Wat betekent technologie voor de cliënt en de zorg die zij nodig hebben? Dat is de vraag waar velen een antwoord op zoeken. Samen met bewoners zijn er paswoningen ontwikkeld, waar mensen met een beperking kunnen ontdekken wat technologie te bieden heeft om zelfstandiger te kunnen leven. Het is veel prettiger en gemakkelijker om zelf te kunnen bepalen wanneer je naar bed gaat of koffie drinkt, als je daar de hulp van anderen niet bij nodig hebt. Sisa vertelt ons hier meer over. De paswoningen zijn speciaal ontwikkelde woningen die we samen met mensen met een beperking hebben ontwikkeld. Er zijn ook bedrijven bij betrokken geweest. En wat we hebben gedaan is met hen samen ontwikkelen, zodat je in ieder geval de vormen krijgt die voor hun bereikbaar zijn. Makkelijkere rijlijnen voor rolstoelen, grotere draaicirkels. Maar ook dingen in de woningen die maken dat mensen zelfstandig kunnen functioneren. Bijvoorbeeld een iPad hier, waarmee mensen het huis zelfstandig kunnen bedienen, zodat ze daar geen zorg voor nodig hebben. Een keuken die kan draaien, waardoor je niet om de keuken heen hoeft te rijden, maar de keuken juist naar jou toe kan komen. En een ander voorbeeld is de verschuifbare kast. En dat is een wand tussen de woon- en de slaapkamer in, waarmee je de grootte van de slaapkamer bijvoorbeeld groter kunt maken door die kast op te schuiven. En dan kunnen mensen die wat bedlegeriger zijn in een veel grotere slaapkamer zitten. De paswoningen zijn eigenlijk twee woningen die helemaal gebouwd zijn op de nieuwe technologie. Dit is een tweepersoonswoning. Die andere woning is een eenpersoonswoning. En alles wat je hier ziet is eigenlijk tot stand gekomen door ideeën waar cliënten in hun dagelijks leven tegenaan gelopen zijn. Ook wordt in de zorg steeds meer gebruik gemaakt van wearables, sensoren, slimme camera's en Internet of Things. Deze hulpmiddelen kunnen niet alleen bijdragen aan meer zelfstandigheid van cliënten, maar ook bijdragen aan een veel slimmere inzet van zorgprofessionals. Door de data en kennis die deze technologie oplevert, ontstaan nieuwe inzichten voor iedereen. De woningen zorgen ervoor dat je ook met een beperking zo zelfstandig mogelijk je leven kan leiden. En dat er alleen een zorgmedewerker komt op het moment dat het ook echt nodig is. Ik zie de toekomst als dat er veel meer technologie en gemakkelijke slimme oplossingen in huizen worden gebruikt. Dat leren we hier in deze paswoningen, zodat we in de toekomstige woning die we gaan bouwen voor onze bewoners veel slimme oplossingen kunnen gebruiken en zij veel zelfstandiger kunnen opereren. In de paswoningen zien bezoekers de mogelijkheden om zelf je eigen leven en je eigen huis te kunnen inrichten, ondanks je beperking. Dat vindt iedereen belangrijk. Zorgverleners kunnen zich door deze hulpmiddelen meer richten op complexere zorgtaken.